slechte mopje. Even een test voor de verzaal. Wie is dit? Oh, goed opgelet, goed opgelet. Klopt het, Noortje? Zou die andere opkijken dan als het Brecht is? Ja, oh, we gaan gelijk door. Kees Beter, BTI voorjaarskampioen. Zo van het Bergen Zermers. Wie is nou de zoon van het Kees? Oh, die staan trouwens stappen. Ik ga naar Kees B. Meisjes C. Najaarskampioen, dames en heren. Janine, Fleury, Priscilla, Kim, Tessa, Joy, Macy, Brink, Nicky, Brink, Amber, Simone, Denise, Deli, Kim en Suzanne. Oh, die hebben al een shirt gedaan. Dat is leuk voor de foto's. Dat is een beetje een graafschap zo. Dat is superboeken. Maar dat is positief, hè? Dat is positief. Hoi. En wie is nou Janine met de tweede nacht? Janine. Wie zei dat? Oh, die doet wel zo. Ik ben hier. Ben jij het? Hoe is dat? Oh, meneer, ze gaan hier, dames en heren. De meisjes C, najaarskampioen van King is mee. Zo benieuwd dat eruit komt. Jongens, zijn jullie wel eens uit geweest met deze meisjes? Dat kan ik weten. Ja, het is toch goed gedaan. Zegt er een, dat zijn allemaal zusjes. Maar is dat goed met iemand anders een zusje uit? Je hebt toch niet 14 zusjes? Ja. Hele goede vraag. Ik sta hier met een leider, denk ik. Hoe heet jij? Bob Petra. Die zegt, hoe zit het met de leiders? Dat is toch wel een idee. Die zijn kampioen worden, dames en heren, de meisjes 1-2. Ik ga gewoon klein verleden. 2-2. 2-2. 2-2. Dan gaan we. Oh, het is gewerkt hier, het is zomer. Dit is nou een trotse leider. Wat toch nog? Oh, en voor de details, kijk eens in de kontzak. Over koel gesproken. Een lasbril. Heeft deze een functie? Of is dat een koel? Nee, zeg maar, als je heel hard naar school fiets en een geeft een beetje, dan worden je ogen niet nat. En die zijn van school. Ben jij wel streng dan? Ik ben breed. Maar ben je streng? Als ze lastig zijn, dan wel. En zijn ze wel lastig? Altijd natuurlijk. Ah, dan ben je streng? Ik heb een foto met z'n tweeën zo. Ja, we hebben gelijk doorgevoerd, komt ja. De volgende is 1-5 pas najaarskampioen. Ik ben zo benieuwd. Oh, we gaan meteen door naar 1-6. Dan gaan we door. Volgende 1-6, najaarskampioen. Stijn, Emiel, Max, Trap en Brussel. Die wil ik wel even door. Dansje. Ik had een wat een beetje. Nu wil ik zo'n eye on the board. Wat is het gewoon? Ik ben nog niet bezig. Maar ja. Maar deze alleen al publiek of kun je thuis ook zo doen? Oh ja. Klappen, klappen, klappen! Staat er eentje die kennen, die staat door zijn armen door elkaar. Die denkt dat veel meer vertellen, hè? Maar de medailles, dames en heren, de volgende 2, najaarskampioen! Team voorjaarskampioen! Gefeliciteerd, jullie ook gefeliciteerd, hè? 19? Super. Ik wil even zeggen, ze zijn zowel najaars- als voorjaarskampioen. Kijk, dat is een echte leider. Najaars- en voorjaarskampioen. Hij wil daarmee natuurlijk extra medailles nog gekregen, maar dat heb ik niet gedaan. Maar de medailles zijn wel ziek. En die weer gefeliciteerd. Daar zit 28 en 9 in. Prachtig middelen. En ik was al even benieuwd waarom de F6 voor de nummer 9 komt, hè? 8 en 7. Ben jij de keeper?
Azië. Die staat er volop. F8 Naja's kampioen. Ja, komt u maar. Ja, klappen. Meneer in het witte polo shirt. U klapt verreweg het minste van de hele zaal. Ik kom zo voor een liefdinterview. Leuk man. Chapeau. En staat ze voor dat applaus? Dat is voor jullie, voor de F10. Och, ik ga toch naar een applaus. Oh, als ik hier was, dan had ik mijn kans genomen, hij is er al voorbij, te laat. Ja, ik kan erbij, ik ben groot, het is mijn gewichtsklasse. Ik zou er een borg op maken, maar ik ben zo over de datum. Komt ie aan, we gaan naar de volgende. Oh, we hebben nou, hè. Oh, we gaan het meer hoppen. Hoi, waarom sta jij erbij? Trainer. Trainer? Waar ben jij? 18. Waar ben jij? 11. Oh ja, en jij? 12. 11, 12, 18. En dan weet jij zoveel meer dan zij dat jij hem kan trainen. Ja. Goed. Ik heb op mij, ga voor die zesde titel jongens, de F1 van VV Riel.